Hallo kijkers, nieuw thee. Ik ben Mark en ik ben er vandaag weer met Hearts of Iron 4. Vorige aflevering zijn we hier gebleven, waarbij we, nou ja, Italië aan het helpen zijn in Afrika. En nou ja, de rest is gewoon even een beetje bezig. En dat beginnen de Soviet Islands of Indonesia. Huh? Ach, ze zijn communistisch gegaan. Oh nee. Dat is niet goed. Ja, dat zal allemaal wel. Het is leuk en al, maar ik heb er geen zin in om daar allemaal wat te zien en zo. Oké, jullie hebben 16 divisies. Wat zijn jullie eigenlijk? Bolivia heeft oorlog. Klaar. Zonder dat Duitsland Polen binnenvalt, kan het nog wel zijn dat Rusland toch een groot probleem is. Sure. Ik heb de ship. Mooi. Kijk, is er nog iets? Ik ga maar voor de army effort. Oeh, jullie hebben lekkere sappige encirclementen hier gemaakt. Dat is helemaal mooi. Wat nou weer? Ik ga maar even wat van deze divisies even neerplempen. Hoe zit dat eigenlijk? Oh, ze hebben motorized nodig en al die beuk. Gelukkig hebben we daar nog genoeg van. Very low supplies natuurlijk. De artillery manufacturers. Sure. Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik ga het gewoon even doen. Frankrijk doet het eigenlijk nog best wel goed. Ze hebben ook een extensie van de Maginot-linie hebben ze gemaakt. Aha. Misschien dat ik beter even hun kan helpen. Ze komen niet echt naar voren, laat ik maar zeggen. In ieder geval zijn ze bij Tunesië en Algerije een beetje al kapot uitgaan, dus dat scheelt. Nou, de tankdivisie komen er ook wel aan. Zetten we deze gewoon eventjes alvast automatisch hier op. Oh ja, hier zijn we natuurlijk ook nog een beetje een fleet aan het maken voor dit gebied. Voor de Adriatic Sea. Ze worden langzaam maar zeker teruggedrongen. Dat is echt heel fijn om te zien. Eigenlijk moeten we de oorlog in Noord-Afrika een beetje af hebben. En dan. Nou ja, deze die doet het zelf wel. Dan hebben we eigenlijk gewoon deze troepen gewoon beschikbaar voor Frankrijk zelf. Ja, dit is gewoon eigenlijk gewoon Algerije, Tunesië. En nou ja, delen van Marokko nog.
pomp ze maar uit. Oké. Oh, oh, oh. Zien. Ik vind het wel een beetje jammer dat Rusland het zo slecht doet tegen fucking Polen. Normaal, nooit. Maar nu wel. Serieus, één zielig troepje. Waar is de rest? Oké, hier hebben ze nog steeds moeite, dus ze beginnen toch wel een beetje te verliezen. Nou, een beetje lange tijd, maar hey, beter laat dan nooit. Panzerwapen 5, oké, top. 50, mooi. Hier, take. Kunnen we weer achter treden. Nee, niet die, die. Oké, Frankrijk kan die god wel even helemaal kapot. Dit wil toch niet werken, jongens. Dat weten jullie toch zelf ook wel. Waarom die lag? Why? Oh god, Jezus. Eigenlijk lijkt het me beter als jullie gewoon hier de naval bases gewoon een beetje verdedigen. Gewoon vanwege het feit dat de Vichy Frans nog wel een beetje jammer is. Oké. Ja, deze moeten we eigenlijk wel daar even neerplempen. Stop met die lag, please. Nou ja, Frankrijk is in ieder geval al gevallen. Dat is wel een heel erg positief iets. Oh, verrek. Ze hebben ook nog niet op agressie staan. Aha. Het lijkt me beter om hier even beter de fortie neer te zetten. Gelukkig hebben we nog wel nog vliegtuigen hier. Zo.
Oh ja, en die zijn daar bezig. Kijk, waar hadden we ook weer? Ah, ja. Dat is op zich wel handig, ja. Hoeveel divisies heeft Rusland nog eigenlijk? Dat is dan toch wel apart, want hoeveel heeft Polen? Die is veel minder en toch falen ze. Hoe? Peru is kapot. Top. Ja, Er is niet echt veel te melden op het moment, want er gebeurt niet echt veel. Ik hoop dat er wel eens weer wat mag gaan gebeuren. Kijk, Italy of dat het ergste is. Why would you do that? That's so mean. Top, we hebben hier in ieder geval Naval Superiority. Dus dat wil ik ook een beetje zo gaan houden. Train effort. Klep ze ook gewoon hier neer. Just to be safe. Oké, okay. Rusland doet het in ieder geval nu wel een stuk beter. Ja, dit valt sowieso. Dit is een twijfelgeval. Nou, in ieder geval zit Mexico ook in de Axis, dus op zich. Loop gewoon daarheen. Nobody suspects that thing. Dit moet eigenlijk ook wel even. Ik denk dat ze daar in de cirkel met komt. Dat lijkt me ook nog wel eens obvious. En Italië is weer in de Axis.
Wat wel Duitsland? Ja, wat meer artillerie, dat lijkt me wel handig om te hebben. Waar blijven die toch allemaal vandaan komen? Dat we beter gewoon niet aan de Sovjet-Unie kunnen treden. Dat kan het eigenlijk. Ja, dat gaat. Oh god, Jezus. Warschau. It's gonna fall. Ik weet niet hoe, maar ze hebben het toch weer heel knap voor elkaar gekregen. Dus toch wel goed dat ik een dubbele voortbinding hier heb staan en hier binnenkort ook nog een. Ja, binnenkort. Dadelijk al. Ik heb nog wel eens wat gezien dat mensen ook wel eens paratroopers gebruiken. Misschien ook wel een handig idee. Hongarije. Why? Why? Jij fucking idioot, hoe moet ik hier ook nog weer fucking fortlinie neerzetten als jij kapot gaat? Dankjewel. Graag gedaan, super boer. Alles. Mama, man, hier word ik helemaal niet goed van. Oké, ik ga gewoon alvast wat paratroopers regelen. Die kunnen best wel handig zijn. Eenmaal wanneer we ze hebben. En die gaan ons echt helpen. Oh, het is capitulated. Oh god. Nou, Hongarije is wel kapot. Ik ga nog even wat meer vliegtuigen regelen. Komt het wordt alleen maar groter. Maar ja, zo wat access. Hey. Tuurlijk. We gaan altijd weer een free state doen. Dit vind ik ook wel knap. Dat we nog een plekje op hebben. Oké. Okay. We hebben geen convoys meer. Al onze convoys heen eigenlijk. Ik denk dat we daar toch daar toch wat meer in kunnen blenden. Nou, in ieder geval de fighters die zijn al best wel modern. Een Japanese. Oh god. Oh.
nee. Daar ga ik niet mee beginnen. What's going on? Ik snap hier helemaal niks van. Ik heb nog niet eens goede convoys en dus beginnen alweer gelijk oorlog te voeren. Jee. Oké, we hebben in ieder geval genoeg intel. Zolang we de Black Sea maar in handen hebben. Oh, god. Ik ben hier echt helemaal niet op voorbereid. Maar ja, niet genoeg in ieder geval, laat ik maar zeggen. Als we de bedreiging in dit gebied gewoon even klaar hebben, dan is het goed. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.